Minstens 29 gevangenen zijn omgekomen in een gevangenis in een Venezolaans politiebureau nadat botsingen uitbraken. Oscar Valero, hoofd van de openbare veiligheid voor de deelstaat Portuguesa, zei dat er op zijn minst 19 politieagenten gewond zijn geraakt. Hij zei dat het geweld uitbrak toen speciale politieeenheden, FAS, probeerden een massale uitbraak te stoppen. De gevangenis in Acarigua is ontworpen voor de huisvesting van 250 mensen, maar herbergt momenteel ongeveer 540, zeggen rechtengroepen. Valero vertelde verslaggevers dat politieagenten een hagel van geweerschoten hadden gehad en dat granaten in het incident van vrijdag waren afgegaan, een gevangenenrechtengroep. Una Ventana a la Libertad zei dat de schermutselingen uitbraken toen officieren probeerden bezoekers te redden die donderdag door gevangenen waren gegijzeld. Vanochtend stuurden de autoriteiten de FAS en er was een clash, vertelde directeur Carlos Nieto aan persbureau AFP, de gevangenen hadden wapens. Ze schoten op de politie en blijkbaar hebben ze ook twee granaten ontploft. Humberto Prado van de Veneolan Prisons Observatory rechtengroep zei echter dat de botsingen uitbraken toen de autoriteiten het blok binnengingen om zoekacties uit te voeren en vrouwelijke bezoekers te verwijderen. Hoe komt het dat er een confrontatie was tussen gevangenen en politie, en dat er zijn alleen dode gevangenen zijn, en als de gevangenen wapens hadden, hoe kwamen die wapens dan binnen? Merkte hij op tegen Reuters. Venezuela heeft de afgelopen jaren een aantal gewelddadige botsingen in gevangenissen gehad. In maart 2018 stierven 68 gevangenen bij een brand in een politiegevangenis. In augustus 2017 kwamen minstens 37 mensen om toen een rel uitbrak in een gevangenis in het zuiden van Venezuela.